Jazeker, ik denk dat we vandaag een goede pot speelden, de eerste helft. En de tweede helft hebben we de wedstrijd doodgemaakt. En ja, ik heb me aan mijn woord gehouden en ik hoop dat we het aankomende week ook door gaan trekken, dit niveau. Voelt een heel lekkere overwinning. Ja, dit is een hele lekkere overwinning voor ons, omdat we alle punten brood nodig hebben. En ja, uit bij Twente winnen, dat is voor ons ja, geweldig, een goede prestatie en heel belangrijk. Op basis waarvan denk je dat we deze wedstrijd hebben gewonnen? Strijd, energie die we erin hebben gelegd en ja, we speelden de eerste helft gewoon bij Vlagen goed voetbal en ik denk dat we dat op basis van dat de wedstrijd hebben gewonnen vandaag. En een kans afmaken, wat dat ja. En we waren uitermate effectief, helemaal de eerste helft. Twee kansen denk ik, twee goals gelijk. En in de laatste minuut had Ries het nog kunnen beslissen, maar ja, weet je, we hebben vandaag een topwedstrijd gespeeld en ja, we zijn uitermate blij. In de kleedkamer wordt een klein feestje gevierd. Ja, zeker. We zijn bezig met een plan, met een bepaalde ontwikkeling ook in onze groep. En ja, dan zie je dat op een gegeven moment dat we steeds beter gaan voetballen en dat we ook ja, uit bij Twente gewoon echt een hele goede ploeg ook punten kunnen pakken vandaag. En we hebben ook eigenlijk helemaal geen kans weg tegen Twente. Ja, zeker. Ja, inderdaad. De tweede helft kreeg het iets moeilijker, maar dat kwam ook omdat we verder teruggingen en Twente ging volle bak op de aanval. Maar dan hebben we nog Kostas en Kostas is onpasseerbaar voor mij. Dus dus ja, dan staat het aan zijn huis. Een heerlijke teamprestatie vandaag. Ja, zeker, dat kan je wel zeggen. Op naar PSV volgende week. Ja, moeten weer 3 punten worden. Dan staan we er goed voor. Dus weer een lofbetoog vandaag? Ja, we gaan er alles aan doen om te winnen.